Debbie, jij bent wel het een en ander gewend, Europees gezien. Wat was dit voor ploeg, Fleury? Ja, dat was gewoon een ervaren ploeg en met veel individuele kwaliteiten. En ik denk dat we het supergoed gedaan hebben vandaag. Ja, dat denk ik ook, want jullie zijn heel lang bijgebleven. Eigenlijk pas de laatste 10 minuten moet je ze laten gaan, hè? Ja, het was gewoon een zware wedstrijd. En dat zag je ook wel bij ons af en toe, dat we net de steken lieten vallen. Maar ik vind dat we het zes minuten lang goed gedaan hebben. En echt met z'n allen. En dat heeft ons geholpen. Waar moeten jullie ze laten gaan? Waar maken zij het verschil dan mee? Ik denk toch wel de individuele klasse van Barbosa, van Marten Mange. Ik denk dat toch dat het is. Ja, want jullie stonden goed, hè? Jullie begonnen goed, verdedigend. Middenblok stond, de verdediging pakte aan. En ook geholpen doordat en de keepers goed stonden. En zij opeens geen penalties meer kunnen schieten. Ja, dat was supergoed van onze keepers. En dat geeft ons ook vertrouwen. Dat we goed in de dekking staan. En dat de goede keepers erachter. En dat we echt met z'n allen doen. Hoe moeilijk is het nou voor een speelster? Want wij zien een aantal wedstrijden. We zien al jullie uitslagen. En dan zien we weer 40 tegen 20 en 52 tegen 19. Hoe moeilijk is het dan om ineens zo'n wedstrijd te moeten spelen? Tegen een ploeg die het wel kan. Ja, het is best wel moeilijk. Opeens moet je er staan en opeens moet die vechtlussen zijn. En ik denk, daar heb ik het ook net over gehad. Niet eerst 10 minuten kijken wat er gebeurt, maar gelijk erop. En dat hebben we heel goed gedaan. Het is maar 2 punten, hè? Ja, het is 2 punten, maar we moeten nog uit. En dat is altijd wel lastiger, maar ik zie zeker kansen. Heb je al eerder tegen Franse ploeg gespeeld? Weet je wat je daar een beetje kunt verwachten? Nee. Dus, nee. Maar één keer, nee, ik weet eigenlijk niet wat ik moet verwachten. Ik denk een beetje hetzelfde als hier. Gewoon een enthousiast publiek wat voor de thuisploeg juicht. En ja, we gaan er een mooie wedstrijd van maken. Ja, volgende week zaterdag om 4 uur. En er kan van alles gebeuren, hè? Want wat ik zei, het verschil was niet zo groot vandaag. Nee, maar het wordt weer een hele zware wedstrijd. En we moeten er weer echt met z'n allen voor gaan. Ja, hoe vond je het met de spanning? Want ik vond het wel meevallen bij jullie eigenlijk. Ja, het was afgelopen week was het wel al van, spannend. En zaterdag is het zover. Maar als eenmaal de wedstrijd is begonnen, dan valt het vanzelf weg. Nou, ik vond de puikenprestatie eigenlijk wel. Nou, dankjewel.